Hoi, wij gaan vandaag. Ja, nou, vertel het maar. Ja, we gaan vloggen. Nee hoor. Ja. En we gaan vloggen in Amsterdam. En we gaan naar Liptala. Ik zeg het goed toch? Liptala? Volgens mij wel. En dan straks even vragen hoe het nou precies moet zijn. Maar we gaan zeg maar namens ons mediabureau daar eventjes heen. En we mogen een soort servies met ons oude servies, een soort nieuw servies uitzoeken. Ik heb een bord meegenomen. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd. We gaan het zien en daarna, ja, we moeten tot 6:30 s'avonds sowieso wachten. Ja, maar een treinkaartje doet het al. We zitten in een daluren treinkaart. Dus nou ja, goed, we hebben zo'n goedkoop treinkaartje. Dus 6:30 wachten, heel vervelend in Amsterdam. Dus we gaan waarschijnlijk daar wat eten en we nemen jullie gewoon een dagje mee. Gezellig! En we zitten lekker bij de Starbucks. Ik heb een gigantische koffie. En heb jij nog wat er wat ik heb? Hooibos vanille thee. Oh, dat is ook erg lekker. En een stukje citroencake, zo lekker. Oh, daar heb je al op. Ja, natuurlijk. Ik heb een gesuikerde donut. We gaan snel naar de trein. Een vlekkie. Ja, opeens loop ik hier en denk ik, verdorie, wat voor vlek heb ik nou hier in mijn broek zitten? Ja, het is beter dan hondenscheid helaas. Godverdomme. Ja, ik rook net heel erg hondenscheid op station. Oh, smerig. Nou, ik vind het niet hoor. We zijn bij Itala en we gaan vragen binnen hoe het nou precies uit. En dit is Karin, die is met ons mee. En hier is Itala. Ja, en ik wil eerst naar de wc. Ja, jongens, nu. Zo. We zijn er weer. En ik moet eerlijk zeggen, je weet nooit zo goed wat je moet verwachten van bepaalde dingen. Jullie gaan allemaal zien op Twim en verklappen niks. Maar dit was leuk. Ja, het was echt heel erg leuk. Echt een aanrader, maar we vertellen op Twim nog Ja, en dan kun je ook even alles zien wat er samengesteld is. Want nou, het was, ik ben serieus echt enthousiast. Ik wil gelijk mijn hele servies eigenlijk omgooien. Maar goed, we gaan nu even wat eten. We hebben honger en daarna moeten we even door naar een afspraak. Ja. En dan gaan we lekker even de Utrechtse straat in. Dus we zien jullie straks weer. Hallo Vanille Outlet. Zo, jongen. Wat een ding. Lekker. Je hebt kaas, hè? Ja, tomaten sla. Kaas, tomaten sla. Lekker. En ik heb een paddo-burger. Heerlijk. Shoppen. Naar de Vanilla Outlet in de Utrechtse straat. Even kijken bij Mac. Zo, even wat testen bij Bobby Brown. Oh, jongens. Lekker even een Julia's. En we hebben carbonara. En die is zo lekker. Mmm, eet smakelijk! Ja hoor, we moeten het toch weer uitpakken. Ja hoor. Ja hoor. Toch weer benieuwd hè? Jongen, jongen. Nou, we zijn weer in de trein en we zijn bijna in Groningen. Je hebt dus tijd om de vlog te sluiten. Houden we hier in de gaten als je wil weten waar onze vliegtuig ziet. Ja, dat is echt heel leuk. Heel leuk. En we hebben verder nog wat gezocht. Ja, nu heb je nog twee dingen gezocht. Ik het niet. Ik heb verder niks gezocht. Ik heb ook nog bij Bobby Brown wat gekocht. Ja, gaat nog wat kopen, maar dat was niet in stok. Dat was niet in stok. En de man zegt alweer van over zijn. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot volgende keer.